shot, one opportunity. He sees everything you are. Ja, uiteindelijk was het niet. Nou, we zijn begonnen. Ja, dan moet kijken. Ook de grote beetje. Tenminste, begonnen. We staan vooral te kletsen nou, maar dat maakt niet uit. Nee, daar is Jan goed in. Ja, ja. Jan, heb je een beetje drains meegenomen? Ja, ik neem iets kleins mee. Ik neem gewoon een 160 mee met een nieuwe beluchtingen erop. Hele mooie doorvoertjes erin. Dus ja, beter kan het niet, Theo. Maar het ziet er goed uit. Nou, we zijn begonnen. Al het materiaal is op de plek. Peter is al aan het graven. Ja, dit is een bodemdrain. Dit is een beluchte. Ja, het is een 160 aansluiting en dan komt daar de luchtslang, die komt ook separaat. Nou, met het grondwater zit er ook goed zo te zien. Ook wel prettig. Nou, dag 1 is voorbij. Is aardig wat. Ja, zo'n aardig bergje grond weg. Dus ja, dat ziet er goed uit met Bruno. Nou, en dan morgen door, morgen verder. Ik zal zeggen, wat is Peter nou aan het doen? Ik ben aan het bouwen. Maar die is aan het bouwen. Dat is een luchtslang die in de tyleenslang gaat. Om hem gewoon extra te beschermen. Ja, dat is gewoon een supergoed idee. Voor de eeuwigheid, hè, Peet. Dit is voor altijd. Ja.
Ja, er zit dag 3 en de betonnen bodem zit erin. Kijk daarmee uit. Gaat goed, Peet? Super. Ziet er netjes uit, man. Nou, het is einde dag 4 en ja, de profielen zitten erin. Maar er is verder natuurlijk helemaal niks gebeurd, want ja, was gewoon niet te werken. En dat kan ik je wel laten zien ook. Nou ja, deze boom heb het niet overleefd. De storm. Dus ja, dan snap ik ook wel dat je niet kan werken. Gaat goed, Mirek? Mirek gaat los. Kijk, Koen van Top Kooi Store, die komt ja, onder andere de pompen en de luchtringen en de helix, maar vooral de pompen brengen. Hey Koen, goedemorgen. Kom het spulletje brengen. Ja, nou maak maar eens open, ik ben wel benieuwd. Nou, dat zijn de luchtringen waar ik het over had en een beetje helix. En de rest zie je nog niet? Nee. We zullen zo eens gaan uitpakken. Ja. Hier hebben we de Flowfan Pro. En wat eigenlijk al meteen opvalt, is eigenlijk de enorme aanvoer- en perszijde. Flowfan heeft ervoor gekozen om echt een pomp te ontwikkelen. Die is gemaakt voor veel flow en weinig opgehoogte. En daarbij passen dus ook echt de grote aansluiting van 125 mm. Dat maakt deze pomp ook meteen uniek. Want ja, dat zie je eigenlijk bij eigenlijk alle andere pompen niet terug. Daar is bijvoorbeeld 3 inch draadaansluiting de grootste. En hier heb je echt 125 mm voor de zuig en pers. Verder is die uitgevoerd met een regeling op de pomp. Dus je kunt eigenlijk alles meteen makkelijk aflezen.
En voor het waterverplaatsing is het natuurlijk een enorm zuinig pomp. Ja, het is super zuinig. De zuinigste op de markt die zoveel water kan verpompen met zo weinig wattage. Dus dat is echt een super pomp. En je hebt hem zelf ook? Ik heb hem zelf thuis al 8 jaar draaien, helemaal probleemloos. Ja. Eén keer aangezet bij wijze van spreken en hij draait nog steeds. Ja. Dus echt geweldig. En wat daarvoor water uitkomt, dat zul je straks zien in de vijver. Dat is gewoon ongelooflijk. Ja. Ja. Theo, wat ben je dan aan het doen, jongen? Waar is hij hier? Ja. Iedereen zegt van die Theo die heeft prachtige vissen en een prachtige vijver. En nou... Ja, nee, hier. Is de pomp uitgevallen? Ja, die is ontzettend uitgevallen. Ik heb hier nog wel eens een keer het zuurstof gemeten. Ja, ja. In de zomer. Toen kwam ik op 8%. Dus dat... dit is voor vissen nog niet geschikt. Maar als... Peter heeft beloofd, als hij klaar is, dan kunnen de vissen in. Dus, het is een mooie grote klas, dus... Ja, zeker. Ja, Koen, hier is het project, man. Inderdaad, hier wordt al flink gewerkt. Ja. Ziet er netjes uit. Kijk, Peter is ook al hard aan het werk. Ja, hard. Ja, levelfilter erop. Ja. Kijk, wordt netjes aangesloten. We zijn nu kleine 2 weken onderweg. En dit is nu het resultaat. Het leidingwerk zit er voor een groot deel in deze week. Het was een hele gekke week. Leuke week ook. Want deze week... we hebben code oranje gehad met storm. Nou ja, ik had nog tegen de mannen gezegd, het valt wel mee. Ja, en toen het bijna meeviel, toen brak er een boom af. Dus zo erg viel het ook niet mee. Dus ze hadden nauwelijks kunnen werken. We hebben veel regen gehad. Kortom, echt fantastisch weer. Maar ze zijn wel goed opgeschoten. En, dus dat heeft geen invloed gehad op het werk. Filter is aangesloten. Eigenlijk is alles nu al klaar. Hier gaan de zijwanden gaan er snel in en er komt een raam bij volgende week. Koen van de Heuvel die is deze week geweest om de pomp te brengen. Dat was ook heel leuk. En... kortom, we liggen gewoon goed op schema. Ik zal het nog even van bovenaf laten zien, want dat is toch wel aardig om te zien wat nou het idee is. Want deze bak, dat is toch de doorgroeivijver gaat dit worden. En een vijver van 30 kuub is natuurlijk gewoon een vijver. Hè? Ik bedoel, dat snap ik zelf ook wel. Maar dit wordt wel... Een vijver waarbij je, het idee is echt om hier gewoon 1 keer per half uur al het water te verplaatsen. Ja, dat gaat ook makkelijk lukken. Zonder dat die vissen natuurlijk alle kanten opgezwiept worden. Maar dat zal best goed komen. Ja, en dan gaan we gewoon volgende week weer eens kijken wat er gebeurt. Maar ik zal jullie nu nog eens even meenemen naar bijvoorbeeld naar een aantal details van wat er is aangelegd. Ja, een van de dingen, ik blijf erop terugkomen, maar dat komt omdat, ik vind het gewoon bijzondere apparaten, die bodemdrains. Ja, dat, je ziet het eigenlijk, eigenlijk zie je het nooit. En het is zo gaaf. Het is ook gemaakt voor de eeuwigheid als je dat voelt. Zo'n ding is gewoon niet te tillen. Nou, er zijn dan 160 mm leidingen. En... Waarom 160 en niet bijvoorbeeld 2 keer 110? Ja, omdat er wel minder weerstand in die leidingen zit dan. En alles is gebaseerd op flow. En bijvoorbeeld de kans op bezinksels in die leidingen. Ja, is door de dit gaat gewoon straks, iedere 30 minuten gaat dit rond hier in deze vijver. Ja, dat is gewoon uitgesloten eigenlijk. Dus ik kan niet wachten om het real life aan het werk te zien. Nou, dit is de status van het leidingwerk. Dat is voor een heel deel nu klaar. Dit zijn de leidingen aangesloten op de drains. Nou.
Die lopen over een tamelijk korte afstand. Gaan die hier naar binnen. Dit wat je hier ziet, dat wordt skimmen. Dus die moet nog doorgetrokken worden. En de leiding hier, dat zijn de retouren. Dat is een retour 110. Die vanaf de ozoninstallatie komt. En de 125 komt van de Flowfriend. En hier, hier is eigenlijk een nieuwe afvoer naar het riool gecreëerd. Ja, ook een grappig detail natuurlijk op de filterdeksels. Is de dealer ingevreesd van Roy. Ja, en uiteraard heb ik de kans niet laten lopen om Kooikeef er ook even bij te zetten. Ja, dit is ook zo mooi. Detail van het vakwerk van Peter. Dat hoe de afvoeren van het filter in het straatwerk zijn verwerkt. Ik kan er gewoon goed bij omdat het mooi is afgeschuimd. En zo kom je er dan bij. Wat? Nee. Maar het is wel netjes, het is wel mooi. De 5055 XL, tenminste, volgens mij wordt dat ding zo genoemd, maar volgens mij mag die ook wel XXL heten. Of 3x XL, voor mijn part, want de bioloogkamers, dus wat normaal gesproken is dat bewegend bed en dit matte kamer, hier zit ook matte bij. Ja, die zijn echt groot. Dus daar kan ik ook met veel vissen kan ik hier echt mee terecht. Ik ga deze laatste kamer, die matten, die doe ik terug zodra die vissen dan weer naar de grote vijver zijn. Maar in eerste instantie zal ik hier bewegend bed ook in doen, dat gewoon allemaal ingedraaid is. En daar moet je zuinig op zijn. In dit gat komt een trikkel, grote trikkel zoals je kan zien. En die gaan we anders aansluiten, want dan gaan we hier een. Hier komt een pomp. En daarmee zo'n Flowfriend Junior om zo min mogelijk stroomverbruik te hebben. En die zal de trikkel vullen. Ja, ook dit zit er strak in. Dus komt helemaal goed. Nou mensen, ik hoop dat jullie het een leuk filmpje hebben gevonden. Uiteindelijk is dit natuurlijk het allerleukste. Want hier gaat het uiteindelijk allemaal om, hè. Nou ja, we gaan de komende weken ga ik weer updaten. En dan kan je het project verder volgen.